presentatrice Geraldine Kemper publiceert met regelmaat een pikant kiekje op haar Instagram. Haar meest recente foto is geen uitzondering. De 31-jarige presentatrice laat namelijk aan haar volgers zien hoe zij haar weekend gaat doorbrengen. Tekst gaat verder onder advertentie in bad: Geraldine zal haar weekend doorbrengen in bad, met het bekende spel Yahtzee. Reden genoeg voor Jan Smit om daar het woordgrapje Yahtzee op te maken. Presentatrice Nicole de Kluiver en actrice Mosse Trustful laten in een reactie onder de foto weten het een leuke activiteit en foto te vinden. Het bekende mannentijdschrift FHM maakt in de reacties duidelijk graag een potje twister in bed te willen spelen. Yahtzee met partner? Wie de foto heeft gemaakt is niet duidelijk. Begin 2020 kwam er een eind aan de relatie van Geraldine met haar ex-vriend Paul. Eind 2020 werd er gespeculeerd over een mogelijke nieuwe relatie. Toen deelde Geraldine een foto met haar mogelijke nieuwe vriendin. Benieuwd naar de foto en het verhaal? Het artikel is te bekijken via deze link. Bron: Instagram Geraldine Kemper Let's Blok ADS.